heb begrepen dat u heel lang bij de Velo als techneut gewerkt hebt. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ja, want ja, ik heb hier namelijk een foto. Ja. Kijk. Ja. Dat klopt, hè? Met 15-jarige ben ik begonnen om achter het tekenbord te gaan staan als hulpje op de tekenkamer. Kijk eens aan. En toen heb ik dus qua scholing op ABS en heb ik dus mijn eigen verder ontwikkeld, de constructeur. Dat heeft heel lang geduurd, dat is allemaal in de avonturen natuurlijk. Ja, maar u heeft waarschijnlijk ook heel erg lang bij Velo gewerkt. Ik heb 55 jaar bij Velo gewerkt. Kijk eens aan. En dat is natuurlijk een hele lange tijd. Nou, hoe voelt dat nu aan als je dus, ja, eigenlijk de producten van het bedrijf waar je zo lang gewerkt hebt, in een museum tegenkomt? Ja, nou ja, het is natuurlijk iets heel moois. Het is eigenlijk een beetje hang mee waar je krijgt. Ja. Want je weet hoe het begonnen is toen ik daar kwam, dat ze dus nog een bomenzager waren. Ja. En die werden dan geloogd in het water. En dan werden ze in de droogkamer gelegd. En dan werden de duigen gemaakt. En dan ging die man die dus die duigen in elkaar sloeg, dat was heel zwaar werk. En dat, zo is het begonnen. En een meubelmakerij was er, een stoffeerderij was er. En als je kijkt wat in die jaren dat ik daar gewerkt heb, de techniek een vlucht gemaakt heeft. Dat, vroeger. Want ik begrijp dus nu dat u al begonnen bent in de tijd dat er nog houten machines waren. Jazeker. Toen ik daar begon, toen werden er meubels gemaakt en er werden nog bomen gezaagd, planken, en die werden gewaterd en die werden gedroogd. Dus voor duigen, voor de wasmachine, voor de houten kap. Dus dit is de eerste voorloper van de agitatormachine. Er zat bovenop het deksel, zat er dus een houten meenemer die heen en weer ging, en er zat een vliegwiel aan het deksel waar de huisvrouw 15 minuten moest draaien, en na 15 minuten ging dat water aan de bovenkant, ging dat water dus heen en weer, werd bewogen, het wasgoed ging wat mee, en opdat er dus ook rippels aan de binnenzijde van de kuip zaten, ging dat water, kreeg een bepaalde werking dat ook weer een beetje in het wasgoed heen en sloeg. Dus dat was dan de werking van de wasmachine, van de eerste automatische wasmachine. Kijk eens aan, kunt u het ook laten zien? Ik kan het laten zien. Als ik dus het deksel open doe, dan zie je hier aan de bovenzijde een houten stampertje met 4 van die pinnen. En deze houten pinnen die maken het water aan de bovenzijde in beweging. Ja. Dat was het water, hierdoor werd het water in beweging gebracht. Oh ja. En ik zie nu ook die ribbels aan de binnenkant. En die ribbels aan de binnenkant waren dus... Ja, dan ging het water een beetje kolken, ja, zeg maar. Ja, ging het water een beetje kolken. Dat was de reden waarom dat geribbeld was. En dat houten bazaal, die maakte dus de beweging van het water. Ja. Dus dit is de schommelmachine waar we nu bij staan? Ja, dit is de schommelmachine. Daar zat een elektromotor op. En dat was dus eigenlijk een stalen vierkante bak. En daar werd dus het wasgoed in gedaan. En dan werd er dus, het was ook weer die 15 minuten, als het was erg vervuild was, dan ging die bak, ging 15 minuten heen en weer in de ronde. En dat wasgoed dat sloeg van de ene hoek naar de andere hoek. En dat was dus het waseffect waar het goed door schoon moest worden. Ja, die vierkante kuip, die tuimelde helemaal? Die tuimelde helemaal in de ronde. Helemaal in de ronde? Helemaal in de ronde. Ja, dus ik had het idee dat hij alleen maar heen en weer zou schommelen. Helemaal in de ronde. Ja, ja. Ja, en dan ging die dus, dan viel dat goed en zo in alle hoeken. Ja. Wilt u er eens aan draaien, aan het vliegwiel? Dan kunnen we het wat meer zien. Oh ja. Ja. Zie je? Ja, dat is duidelijk. Vandaar ook dat hij dus ook heel strak gesloten wordt met die wortel. Ja, 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 maar strak gesloten, want er mocht natuurlijk niks uitvallen. Ja, juist. Nou, dat brengt me eigenlijk bij de volgende vraag. Dit type machine heeft natuurlijk niet zo lang bestaan. Nee, want het was effect was slecht. Dus, er kwam een elektromotor op en ze zouden dus, dit is eigenlijk de voorloper van de wasautomaat zoals die er nu is, ja. Maar er zat ook geen ribben in die kuip, het was een gladde kuip aan de binnenzijde, en dat waseffect was zodanig slecht dat ze dit principe hebben ze snel van de kant gedaan. Ja. Ze gaan verlaten. Ik kan me ook voorstellen dat het
ja, behoorlijk gevaarlijk is, zo'n tuimelende trommel. Ja, maar als je dus kijkt hoe de wasmachines vroeger gemaakt werden, dan begrijp ik niet dat er nog mensen zijn die alle handen nog hebben vrouwen. Want als je hier kijkt hoe dat hier met tandwielen en alles, waar kinderen tussen kunnen komen. Ja. Nou, er was geen keur op die machine. Als je nu een wasmachine fabriceert, moet je naar de KEMA, wordt die gekeurd. Als er iets is wat gevaarlijk is, dan is het over, dan mag je niet in de productie. Maar hier werd helemaal niet gecontroleerd. Hier kun je met je kind met zijn vingers tussen, met zijn tanden, met tandwielen kun je met je vingers tussen, overal. Het was levensgevaarlijk, maar ja, het was zo, de moeder was thuis. Nu werkt de moeder, was thuis, dus ze lette heel goed op dat die kind. Ja. Er gebeurde ook heel weinig. Dit is het Filorenkastje, dat is een radiokast. Die werd dus door de Velo gefabriceerd voor Fridor. De binnenapparatuur werd natuurlijk toegeleverd. En wij maakten die kastjes van hout. We fineerden die kastjes en we gingen ze lakken en polijsten. En dan werden er duizenden van per maand gemaakt bij de Velo. In de meubelmakerij, afdeling meubelmakerij. Ja, en dat waren dan kasten die Philips bijvoorbeeld zelf ook verkocht? En deze kastjes werden dus door anderen ook verkocht, ja. Ja, en jullie hadden je eigen merk? Ja. En dat was? Dat was Velora. Velora. Ja, Velora, ja. Oh ja. Ja, daar zie ik het staan. Meneer Jan Visser, we staan hier nu bij een, even kijken, een Velolux trapnaaimachine. En dat brengt me gelijk op de volgende vraag eigenlijk. Want ik ben tot de ontdekking gekomen dat er in de Velo-winkels op een gegeven moment steeds meer verschillende producten aangeboden werden. Dus ik vraag me af, maakten jullie die zelf en waarom werden die andere producten aangeboden? Nou, dus het is zo, deze trapnaaimachine werd dus voor het grootste gedeelte bij Velo gemaakt. En omdat we dus 108 eigen filialen hadden, waar dus in, dat was in België en in Frankrijk, waar dus onze wasmachines werden verkocht, onze eigen producten, wilden we die winkels wel efficiënter maken. En toen er dus de stofzuiger in opkomst was en de radio in opkomst was, hebben we gezegd, kijk, als er een klant in de winkel komt, is het ook heel fijn als die andere producten ziet. Dus wij kochten dan die stofzuigers en we maakten zelf meubelen en we kochten fietsen en dat alles kon je in die ene filiaal vinden, zodat het natuurlijk veel efficiënter was. Er kwamen veel meer mensen en het was gewoon veel beter. Nou, maar dat is, Nee, dan is het me duidelijk. Ja. Want je denkt bij wasmachines natuurlijk niet direct aan trapnaaimachines. Nee, nee.